Goedenavond, welkom. Na 44 jaar zal Remco Evenepoel zo goed als zeker de rode trui mee naar huis brengen. Evenepoel overleefde de laatste zware bergrit met glans. Zijn directe belagers konden hem niet meer bedreigen. En dat leverde veel emoties op toen hij over de streep kwam. Dat hij de Vuelta wint is dus zo goed als zeker, want morgen is er enkel nog een slotparade naar Madrid. Vijf stevige bergen moet Remco Evenepoel nog overleven en dan wint hij de Vuelta. Zijn ploeg Quickstep Alpha Vinyl controleert de koers. Alles loopt volgens plan. Een kopgroep met Carapaz, Higuita en Mijntjes krijgt een vrijgeleide. Zij vormen geen bedreiging. Pas op de voorlaatste klim trekt Enric Mas, de belangrijkste belager van Evenepoel, ten aanval. Aanval Mas op de voorlaatste beklimming. Net wat Evenepoel voorspeld had. Ja, maar verrast kan je hem niet noemen. Evenepoel reageert alert en kijkt de Spanjaard eens diep in de ogen. Koers is ook psychologie. En ook op de allerlaatste klim geeft Evenepoel geen krimp. De ritoverwinning is voor bergkoning Carapaz als een derde deze Vuelta. Maar de eindoverwinning is voor deze Belg van 22 uit Schepdaal. En Remco Evenepoel wint morgen de Ronde van Spanje. De schavuit van Schepdaal gaat het doen 44 jaar na Johan de Munck. Evenepoel laat zijn tranen de vrije loop. Morgen eindigt de Vuelta met een slotparade naar Madrid. Ja, dan naar Groot-Brittannië. Er gaan eeuwenoude tradities mee gepaard en plichtplegingen en ceremonies. Maar Charles mag zich nu officieel koning van het Verenigd Koninkrijk en het gemenebest noemen. Door het Privy Council, een soort kroonraad waar de elite van de Britse maatschappij in vertegenwoordigd is, werd hij uitgeroepen tot Zijn Majesteit Charles III. We therefore publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord, Charles III. Een eeuwenoude traditie is het. De naam van de nieuwe Britse koning wordt afgekondigd op het balkon van St. James's Palace in Londen. Net daarvoor waren Boris Johnson, David Cameron en Theresa May, drie ex-premiers, als leden van de zogenoemde Privy Council getuigen op de formele benoeming van Charles tot koning. Dat gebeurde binnenin St. James's Palace, eerst zonder dat Charles erbij is, maar wel in aanwezigheid van zijn vrouw Camilla en zijn zoon Prins William. God save the king. God save the king. Even later in de troonzaal mag Charles als nieuw staatshoofd voor zijn Privy Council, een soort kroonraad dus, zijn soevereine macht bevestigen. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands. Charles III dus, het is officieel. In het noordoosten van Oekraïne boekt het Oekraïnse leger op dit ogenblik forse winst. Net onder de stad Kharkov is de Russische verdedigingslijn aan het instorten. Vandaag heeft Oekraïne de logistiek belangrijke stad Kupjansk ingenomen. En de Russen hebben zich ook uit de strategische stad Izium moeten terugtrekken. Al spreekt Rusland zelf van een hergroepering. Oekraïense soldaten passeren een achtergelaten Russische panzerwagen met het teken Z als ze Kupjansk binnenrijden. De beelden staan op het sociale mediakanaal Telegram en de echtheid ervan is niet onafhankelijk bevestigd. Wel bevestigd is het feit dat Oekraïne het belangrijke spoorwegknooppunt Kupjansk heroverd heeft op Rusland. Begin deze week zet Oekraïne in deze regio een verrassingsoffensief op. De troepen rukken razendsnel op, zegt het leger. На окремих напрямках підрозділи сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. Ізюм. Dit zouden Oekraïense soldaten zijn aan de rand van Izium bij een verlaten Russisch checkpoint. Als Russisch commandocentrum is Izium strategisch belangrijk. Dat heeft het nu opgegeven. Zelf spreekt Rusland van een hergroepering, al gaat het meer om een zwaar verlies. In Vlaanderen zijn er meer dan 4000 vacatures in de zorg en tegen 2030 zijn er zelfs meer dan 50.000 mensen nodig.
Zorgorganisatie Immens trekt daarom door Vlaanderen om personeel te vinden. Tijdens de wekelijkse markt bijvoorbeeld. Ludiek en allemaal heel laagdrempelig ook. Zelf willen de zorgorganisaties de job aantrekkelijker maken door flexibel te zijn in het takenpakket bijvoorbeeld. Maar ze rekenen ook op de overheid. Als je de krapte ziet op de arbeidsmarkt en je vergelijkt dat met wat al jaren gebeurd is in de ICT-wereld bijvoorbeeld, dan zijn al die lonen naar omhoog gegaan, want zij moesten aantrekkelijk zijn. Wij zien niet hetzelfde in de zorg. Dus ja, ik denk dat daar zeker nog iets kan gebeuren naar onze mensen. En de dag dat Prins Charles officieel is uitgeroepen tot koning Charles III van Groot-Brittannië en het gemene best, was er ook heugelijk nieuws voor de Belgische koninklijke familie. Want prinses Laura, de oudste dochter van prinses Astrid en prins Laurens, is in het huwelijksbootje gestapt met de Frans-Britse William Isvy. En dat gebeurde in Brussel. Veel gekroonde hoofden aan de kathedraal in Brussel. Koning Albert en koningin Paula worden ondersteund door twee van hun kleinkinderen, de broers van de bruid. Koning Philip en koningin Mathilde zijn er samen met hun vier kinderen. En ook prinses Delphine is er met haar hele gezin. Thank you very much. Moeder van de bruid, prinses Astrid, komt met de vader van de bruidegom, die zelf aan de arm van zijn moeder komt. En dan is het tijd voor de bruid zelf, prinses Laura, aan de arm van haar vader, prins Laurens. Heel even mogen we ook filmen in de kathedraal. Daar herdenkt kardinaal de Kezel de Queen, want prinses Laura verliest met haar een ver familielid. En de Brits-Franse bruidegom William verliest zijn queen. Aujourd'hui, bien sûr. Nos pensées et nos prières vont aussi vers le peuple anglais et tous ceux et celles qui sont en deuil par le décès de Sa Majesté, la Reine Elisabeth. Que le Seigneur l'accueille dans sa maison pour l'éternité. Dan heb ik nog een sportbericht voor u. Voor onze Belgische basketbalmannen is het Europees kampioenschap voorbij. De Lions, hier in het rood, gingen eruit in de achtste finales. Ze verloren tegen titelverdediger Slovenië met 88-72. De Lions verlaten het toernooi wel met opgeheven hoofd, want ze boden drie kwart wedstrijd knap weerwerk tegen de Slovenen. Maar in het laatste kwart waren ze dus moe gestreden. Geen stunt dus voor de Belgen. Het EK zit erop. En daarmee zit ook dit journaal erop. Bedankt voor het kijken. Ik zie u graag straks om 7 uur terug. Tot dan.